Gephardt. Ja, en vorige week was ik niet op mijn post, omdat mijn werk mij naar Albanië bracht. En toen ik dat 2 weken geleden aan jou vertelde, Willemijn, toen begon jij spontaan een liedje te zingen dat jouw moeder altijd zong. Weet je dat nog? Moet ik dat nu doen? Ja, dat moet je nu doen. Albanië, wat hebben ze gedaan met je? Ik voel me zo begaan met je. Nou, dat is, kijk, ja. En ik heb vaak aan dat liedje gedacht terwijl ik daar rondreed in Albanië. En in de roman Lach in het donker van Nabokov, daar zegt een personage: er is niets op de wereld wat niet op een of andere manier valt uit te leggen. Dat is een bewering die ik vaak heb onderschreven, maar die soms op de proef wordt gespeld. Albanië is een land dat ik me voornamelijk van mijn schoollessen herinnerde als het armste land van Europa. De bevolking werd er jarenlang geterroriseerd door een hardvochtige communistisch regime van dictator Enver Hoxha, die een groot bewonderaar was van Jozef Stalin. Hoxha leidde zijn land met ijzeren hand. En toen de USSR in de jaren 60 afstand nam van Stalin, nam Albanië afstand van Rusland om een totaal van de buitenwereld afgesloten land te worden. Die isolationistische politiek had iets weg van hoe Noord-Korea tegenwoordig opereert. Albanië leed onder grote economische problemen en een bloederige politieke onderdrukking. De grootste industrie was de betonindustrie, omdat er in het land 750.000 bunkers werden aangelegd om alle buitenlandse kwaad willende mogelijkheden te weerstaan. Ik heb er met eigen ogen heb ik ze nog gezien dat ze er nog steeds staan. Je zou denken dat na de communistische val in 1991 alles in het land zou veranderen. Maar dat gebeurde helemaal niet. De communisten wonnen in 1991 de eerste vrije democratische verkiezingen en nog steeds is de huidige premier lid van de voormalige communistische partij. Je kunt het je niet voorstellen. Op mijn tocht door het immer arme, maar werkelijk overdonderend mooie land ontmoette ik mensen die tot mijn verbazing met grote weemoed terugdachten aan de communistische dictatuur. Er werden in mijn bijzijn zelfs oude strijdliederen gezongen ter ere van de voormalige dictator. En daartegenover stond dat ik afgelopen donderdag, en daar wil ik nu over vertellen, ook de vervallen legendarische Spaatsgevangenis bezocht. Een van de grootste schandvlekken van Albanië en van Europa. Verscholen in een verschrikkelijk onherbergzaam gebied, omgeven door hoge bergen en steile dalen, ligt een voormalig werkkamp waar de communisten hun tegenstanders opsloten, martelden en vermoorden. Er was voor intellectuelen en politieke tegenstanders niet veel nodig om in deze Spaatsgevangenis terecht te komen. Als een schilder een niet overdreven flatterend portret van dictator Hoxha maakte, dan was dat genoeg om te worden verbannen naar de hel die Spaats heet. De architect van het complex werd bijvoorbeeld als gevangene later in het door hem ontworpen strafkamp gemarteld. Zo ironisch kan de geschiedenis soms zijn. De voormalige gevangenis staat er nu, 30 jaar na de verschrikkingen, in een zeer slechte staat bij. Ik liep er rond, ik luisterde naar de overweldigende stilte, de stromende rivier beneden in de kloof, en ik dacht aan al die gevangenen die op die plek waren vernederd en gestorven. Soms werden de gevangenen in de hols van de nacht van die steile berg gegooid. Ik ontmoette er een man genaamd Jet Johnny, de beheerder van het complex, die aan een eenzame strijd bezig is om te zorgen dat deze lugubere plek niet voor altijd verdwijnt, zoals de Albanese overheid het liefst zou willen, maar dat de gebouwen worden gerenoveerd tot een museum en een eerbetoon aan de vele slachtoffers. Jet Johnny liet me de barakken en de slaapzalen zien waar schrijvers, schilders en wetenschappers in grote groepen als beesten werden opgesloten. Op de muren zijn ook nu nog potloodteksten en houtskooltekeningen te zien. Als iedereen die hier langskomt een steen met zich meeneemt, kunnen we uiteindelijk van de Spaatsgevangenis een waardig herdenkingsplek maken en een bewijs dat vrijheid uiteindelijk altijd overwint, zei Jet Johnny. Ik had helaas geen steen bij me, maar ik beloofde hem zijn doorleefde boodschap uit te dragen. Er zijn zaken op de wereld die gewoon niet zijn uit te leggen, anders dan ze gewoon te laten zien.